Hallo, ik ben Bas Heijnen en ik ben heel blij dat ik vanavond iets kan vertellen over De Stille Kracht van Louis Couperus. Het is een van mijn lievelingsboeken en volgens mij is het, naar mijn mening, is het de beste roman die in Nederland ooit geschreven is. En ik hoop in de komende minuten uit te leggen waarom ik dat vind. En allereerst moet ik zeggen dat ik heel blij ben dat Ivo van Hoven een paar jaar geleden heeft besloten 3 romans van Couperus onder handen te nemen, op toneel te brengen en hem af te schrapen van het, de korst van nostalgie die zich in de loop der jaren aan Couperus schrijverschap heeft vastgekoekt. Couperus is altijd populair geweest en dat is een zegen, maar het is ook een beetje een vloek in de zin dat, wat je vaak hebt met klassiekers, dat mensen niet meer echt kijken naar waar het werk over gaat. En bij Couperus is het waarschijnlijk door zijn populariteit in de jaren 70, De Stille Kracht is toen verfilmd, is Couperus een beetje synoniem geworden voor Tempo Dulu en Haagse nostalgie. En ik heb zelf in een aantal jaar geleden in een essay geprobeerd dat eraf te schrapen. En Van Hoven heeft de afgelopen jaren de existentiële onrust, de grote thema's die in het werk van Couperus zitten, naar boven gehaald in 3 voorstellingen, waarvan De Stille Kracht de eerste is. De Stille Kracht is een visionaire roman over de onmogelijkheid van het kolonialisme, de onmogelijkheid van één cultuur om zich blijvend te vestigen in een andere cultuur. Het is in die zin visionair, het is niet een kritische roman, hoewel het dodelijk is voor de Hollandse kolonialen, is het niet een kritiek zoals de Max Havelaar is, maar veel meer een borende blik op de onmogelijkheid van dat koloniale project. En bij Couperus gaat dat veel verder dan alleen de stelling dat het kolonialisme slecht is. Ik denk als dat de boodschap was geweest, dan zouden we het boek nu niet meer hoeven lezen, dan wisten we het al. Maar hij gaat veel verder en daarvoor heeft hij een hoofdpersoon gekozen, de resident, die eigenlijk helemaal afwijkt van het beeld van de koloniale onderdrukker. Namelijk een man, een Hollander, die oprecht goed wil besturen. Voor zijn eigen gevoel medegevoel heeft met de mensen over wie hij heerst. Hij probeert een gevoel van rechtvaardigheid in stand te houden. En denkt daarmee het goede te doen, ook voor, niet alleen voor Nederland, Holland, maar ook voor Indië. En dat breekt Couperus in zijn roman genadeloos af. En de tragedie van Oudijk en de mensen die hem omringen, zijn vrouw Leonie, zijn kinderen, Doddy en Theo, maar ook de secretaris en zijn vrouw, Eva Eldersma. Eva Eldersma is denk ik een van de hoofdpersonen naast Van Oudijk. Dat breekt Couperus genadeloos af. Hun blik op de wereld, hun blik op het koloniale systeem, hun onmogelijkheid om in Indië een thuis te vinden en hun blindheid en kortzichtigheid. En het mooie van die figuur van Van Oudijk is dat hij de beste bedoelingen heeft. Het is dus geen beul, het is geen bewuste onderdrukker, maar juist iemand die denkt dat hij het goede doet en tegelijkertijd ten onder gaat aan zijn eigen kortzichtigheid. Hij ziet niet, dat zegt Couperus. Hij heeft geen oog, en dat is een prachtige frase, voor de mystiek der zichtbare dingen. En dat heb ik altijd een hele mooie zin gevonden, omdat het gaat niet over de mystiek van het occulte, waar de regent in het boek zich mee bezighoudt, maar de mystiek van wat hij ziet. Hij denkt dat hij kan doorgronden wat hij ziet, maar zijn blik schiet tekort. En zijn blik is de blik van de westerling, de blik van de zogenaamde rationalist. De blik, zoals Couperus in een dodelijk zinnetje schrijft, van beschaving en humaniteit, die het overheerste volk al snel door heeft, niet zijn. Hij leeft dus in een wereld die iets projecteert op zijn omgeving en die tekortschiet. Hij heeft geen oog voor nuance, hij heeft geen oog voor krachten die hij niet kan rationaliseren. Hij heeft geen oog voor menselijke emoties, zoals bijvoorbeeld waarom is de regent, inlandse regent, veel populairder terwijl die dan hij en veel geliefder dan hij, terwijl die eigenlijk geen goed bestuurder is. Dat kan hij allemaal niet begrijpen en hij kan ook niet toegeven aan
Hij kan zijn blik niet openstellen daarvoor. Hetzelfde geldt natuurlijk ook in zijn eigen omgeving. Dat zegt Coupeers ook in een zinnetje. Trouwens, thuis was hij ziende blind. Dus hij ziet ook niet zijn gezin. Hij heeft een idee van wat een gelukkig gezin is. Hij heeft een idee wat een gelukkig huwelijk is met Leonie. En hij ziet niet dat ze hem voortdurend ontrouw is. Dat zijn kinderen hem haten, dat ze hem bedriegen. En daar ook projecteert hij zijn beeld van hoe het moet zijn, zoals zijn beeld als bestuurder van hoe het moet zijn, projecteert hij op zijn omgeving. En je ziet dat eigenlijk alle personages, de grote personages, gevangen zijn in hun blik op de wereld. Leonie, zijn vrouw, is een heel zelfzuchtige, egocentrische, kun je zeggen, nymphomane vrouw. Die alleen maar haar eigen obsessies volgt, daar alleen maar in opgesloten zit. Maar ook de veel sympathiekere Eva Eldersma, de vrouw van de secretaris in Labuwangi, die vlucht in een soort esthetisch beeld van Indië en probeert kunst en cultuur en probeert het allemaal mooi te zien. En ook daarin wordt ze afgestraft. En dat zie je eigenlijk, dat alle personages, maar Van Oudijk natuurlijk als eerste, worden geconfronteerd met de beperktheid van hun blik. Dus wat Coupeers uiteindelijk laat zien in De Stille Kracht is niet alleen een aanval op het kolonialisme en de visionaire blik op de onmogelijkheid van het project, maar hij laat ook mensen zien die zich bevinden in een onbegrijpelijk landschap, in een onbegrijpelijke wereld, in een onbegrijpelijk universum, waarin ze allemaal hun eigen ficties maken, hun eigen obsessies navolgen, maar uiteindelijk geconfronteerd worden met dat hun blik tekortschiet, dat ze de wereld niet kunnen bevatten. En voor de resident is dat een loutering, maar voor andere personages is het ook, zoals Eva Eldersma, is het een grote deceptie. Je kunt zeggen dat het gevoel van rechtvaardigheid, het gevoel zich aan de regels te houden, het gevoel van logica, de resident uiteindelijk nekt en je... Er is een prachtige scène in De Stille Kracht, waarin je eigenlijk alles samengebald ziet. Dat is als hij uiteindelijk op grond van goede argumenten moet besluiten de regent te ontslaan, omdat hij zich misdragen heeft. Dan komt zijn moeder, een smeker, een prinses van een oud geslacht, en die onderwerpt zich volledig aan de blanke, witte, Nederlandse overheerser. Zij gaat zelfs zo ver in haar smeekbeden dat ze de voet van de resident op haar eigen nek zet. Dat is een ontluisterende scène van zelfvernedering. En op dat moment komt Leonie, die totaal zelfzuchtige vrouw van de resident, die komt binnen en die ziet die vrouw liggen en die zegt, geef toe, nu moet je vergiffenis tonen. Nu moet je laten zien dat je een gebaar kunt maken wat de reden en de redelijkheid overstijgt. En Van Oudijk kan dat niet, want hij is zo vast in wet is wet, wat juist, ik heb het juiste gedaan. En op dat moment faalt hij. En het is heel ironisch, en ik denk dat het ook laat zien wat voor geweldige roman De Stille Kracht is, dat de niet super intelligente vrouw van Oudijk op dat moment instinctief, gevoelsmatig, beter begrijpt wat er moet gedaan worden dan die redelijke, verheven, rationele resident van Oudijk. Aan het eind van De Stille Kracht, als Van Oudijk, die eigenlijk alles verloren heeft, zijn positie, zijn huwelijk, Eva Eldersma weer ontmoet bij het meer van Lelès, dan heeft hij wel iets anders, dan heeft hij wel iets geleerd, dan heeft hij zelfinzicht verworven. En hij beseft, en ik citeer hem in de roman, dat hij een foutief levensstelsel erop nagehouden heeft, als de meest abstracte bespiegeling, omdat er dwars doorheen dingen gebeurden van een andere wereld. Dingen die mij ontsnapten, mij en aan iedereen. Dat alleen heeft het gedaan. Ik was mezelf niet meer. Ik wist niet meer wat ik dacht, wat ik deed, wat ik gedaan had. Alles in mij heeft gewankeld. Dat is het zelfbesef wat Van Oudijk heeft opgedaan en waardoor hij uiteindelijk misschien, ondanks zijn tragedie en zijn neergang, toch een gelukkig mens genoemd kan worden. Maar het laat ook zien, denk ik, dat de roman van Coupeers, die in eind rond iets voor 1900 werd geschreven, in 3 maanden. Coupeers kon zich later helemaal niet meer herinneren dat hij het boek überhaupt zo'n beetje geschreven had.
Maar dat die roman thema's aanroert die ver boven, laten we zeggen, de anekdote gaat, het seks in de tropen, de beroemde badkamerscène, al die dingen die roman zo populair heeft gemaakt, ver boven die anekdote uitgaat. En ook ver, denk ik, boven de aanklacht tegen het kolonialisme, maar juist een hartstochtelijk pleidooi is of een analyse is van onze neiging om met een beperkte blik naar de wereld te kijken, om ons niet open te stellen, om geen toegang te verlenen tot de dingen die we misschien op eerste instantie niet begrijpen, om andere stemmen te horen, om andere ervaringen tot ons te nemen en van daaruit ons wereldbeeld op te bouwen. En ik hoef u denk ik niet te vertellen dat die boodschap, als je het zo wil noemen, die inzet, vandaag de dag nog net zo actueel is als die 120 jaar geleden toen het boek verscheen. Ik wens u een fijne voorstelling.